beetje de Avanti-show, zo voelen we het wel, hè? En de winnaar is Arjan Bevers, Avanti-kappers Helmond. Arjan Bevers van Avanti-kappers. Maak je horen voor Avanti-kappers! Ik kan nou een beetje gaan zitten zeggen van nee, dat had ik echt helemaal totaal nooit verwacht. Maar ik heb in de aanloop na 12 mei reacties en berichten van andere mensen gekregen. Ja, die tegen me zeiden van ja, we denken echt dat jij wel kans maakt. Mijn eigen team was er 100% van overtuigd dat het zou gaan gebeuren. Alleen ja, je wordt in de aanloop naar zo'n coiffure wordt gehaald. Eigenlijk in het hele proces ja, gaat dat verwachtingspatroon, dat gaat echt enorm omhoog in een laag. De spanning zat voor mij ook het meest gewoon in de damescategorie. Ja, en toen ik die had gewonnen, toen dacht ik ook wel van dan maak ik een hele grote kans om hairdresser of the year te worden. Op haar modefotografiegebied is Andrew O'Toole gewoon de beste ter wereld. Ja, is degene die alle collecties met Angelo Seminara en met Errol Douglas en Joey Scandizo, ja, in Engeland en Australië is hij echt wel de grote meneer. En eigenlijk al tijdens de loungeparty van 11 Australia heb ik Andrew en Joey ontmoet. Ja, ook wel spannend om met andere mensen te werken die je niet kent, die een bepaalde naam en faam hebben. En op een gegeven moment heb ik ook wel tegen Mireille gezegd van ja, ik ga gewoon maken wat ik zelf mooi vind. Het juryrapport van de winnaar luidt: poëtisch en kwetsbaar mooi haar. Knappe serie die zo in de Italiaanse Vogue kan. Poëtisch vind ik heel leuk, omdat ik het zelf wel mooi vind om een beetje sprookjesachtig haar te maken. Ja, en Italiaanse Vogue, hè. Ja, dat heel veel meer heb ik niet te wensen. Dat is ook wel grappig, want op een gegeven moment was ik een beetje met Andrew op en neer aan het nelen. Zijn vrouw is visagist, ook een bekende visagist. En hij heeft me ook een keer gemaild van Kylie vindt het helemaal Italian Vogue. Dus ik vond het wel heel leuk dat het in een juryrapport terugkwam. Ja, ik ga natuurlijk proberen om in de Hall of Fame te komen.